Hier kostte gewoon de tochtste studio. Zo dus was dat eerste, tweede... Dat is tot 13 jaar. Ja, maar ik ben doorgegaan op 10 jaar, omdat ik nog goed leerde. Mijn moeder zocht, maar daarmee ging ik naar Temsen, naar school. Ja, ja. Ik was door de zanger van school. Ik zong hier op de Oogsel met de koster. Ja. En die gaven dat zeker door. Ja. En dan moesten we ons stem laten keuren. En dat was een broeder, die was zo een streker, like, of een violist, ja. Ja. En dan moest ik door gaan oefenen. Ja. En dan kwam Leopold de Derde, die zocht terug op de troon te geroken. Ja. En die is er, hij heeft er maar een beetje opgezeten en dan was dat door alle oorlog toen, met de socialisten en wat weet dat allemaal zo best. De koningskwestie. De koningskwestie. Die broeders die waren laag voor die koning. Hè? Ja. En ik werd er nooit gekozen om dat liedje te zingen van de koning. Oh, op de markt in Temse. Ja. Want dan kwam door een minister en wat dat allemaal was. Ja. En ik was dan, rond de 14 jaar, zullen we zeggen, 13 jaar zeker. En weet je dat liedje nog? Gelijk. Ja? Ja, zie dat ik van mij had gewild. Ik zal dat zo vertellen, want mijn stem is een beetje weg. Gewoon maar dan mag niet. Hij werd dan van ons weggevoerd, nog nauwer heeft hij het samengesnoerd, wat hem aan ons bleef binden. Bewondering voor die mannenkracht heeft hij de hoop, de trouw die wacht tot uiteindelijk weer vinden. Hoe gij die het tal draagt op je hand, zegen die koning en zijn land. Gij hebt hem veel en lang beproefd, met plots een rouw zijn ziel bedroefd, om vader en om vrouwen. Ook naamloos heeft hij heldenleed, heeft hij een heldenziel gesmeed, waarop gij vast moet bouwen. Hoe gij die het tal draagt op je hand, zegen die koning en zijn land. Laat dan, o heer, de dag dat Leopold de Derde mag weer vrij zijn grond betreden en heersen in terbouwde land met vrije Willem vaste hand als koning van de vrede. O gij die het al draagt op uw hand, zegen die koning en zijn land. En zo heb ik dat gezongen op de markt in Temse. Ja. En die burgemeester, die weet ik al, die heette Ebbenkoos, dat was een apotheker. Ja. En die kwam hem met een handen een pool geven. Je weet hoe dat gaat. En die broeder ook. Hey, dat was de man die zo gezien verspiegel. Allee, die daar hank gezet hoogstoken had. Ja, en die hier op onze gevel een plakkoot op. Van Leopold III. Ja, ja. En daar hebben we madame van de Zout der gangen. Die daarna nog madame is. Hey. Ja. Die is 87, 88, ja. Monnik. Ik heb die. Zeg, en dat liedje, kun jij dat nog een beetje herinneren hoe dat ging van de koning door? Dat zingen? Ja. Ja, dat kan ik wel zullen. Probeer een keer. Dat je... Gij hebt hem van ons weggevoerd, nog nauwer heeft dit samengesnoerd, wat hem aan ons bleef binden. Bewondering voor die mannenkracht, heeft hij de hoop, de trouw die wacht, tot uiteindelijk weer vinden. O gij die tal draagt op uw hand, zegen die koning en zijn land. Gij hebt hem veel en lang beproefd, met plots een rouw zijn ziel bedroefd, om vader en om vrouwen. Ook naamloos heeft hij heldenleed, heeft hij een heldenziel gesmeed, waarop gij vast moet bouwen. O gij die tal draagt op uw hand, zegen die koning en zijn land. Laat dan o heer, de dag dat Leopold de Derde mag weer vrij zijn grond betreden en heersen in terbouwde land met vrije wil en vaste hand als koning van de vrede. O gij die tal draagt op je hand, zegen die koning en zijn land. Hoe lang is dat nou geleden dat je dat nog gezongen zou hebben? Als ik het dagelijk gezongen heb, dan was ik 14 jaar, 13 jaar. 13, dat is 70 jaar geleden, hè? Ja. Dat zullen we niet voelen, niet meer om touwen zo lang, denk ik. Is dat niet?